Ja, en dan krijg ik ineens een paar leuke dames aan tafel uit S. En dan denkt u van, uit S, wat doen die hier? Nou ja, natuurlijk gezellig een kopje koffie drinken, want dat is belangrijk. En u zei, die mevrouw moet tante tegen mij zeggen. Ja, als ze dat wil, maar dat doet ze altijd niet hoor. Oh, dan wil ik eens even het mijne van. Waarom doet u dat niet? Is het geen lieve tante dan? Heel lieve tante. Ze woont ernaast me ook nog. Dus, maar het is maar een geintje hoor. Dat is een grapje. Dat is een grapje. Ze houdt van grapjes. Anders dan komen wij niet. Het is gewoon voor een grapje en voor een gezelligheid. Een kapje. Zo is het. En zo moet het ook, hè? Nou, ik heb nieuws. S. Want jullie gaan, jullie komen naar ons toe. Ja, dat hoor ik, ja. Ze zijn dolgelukkig in S. Ja, ik hoor. Voor de mensen die thuis niet precies even weten hoe het nou echt helemaal zit. Nou, VTV1 gaat digitaal en dat gaat nu nog een week of 5 duren. Het ligt een beetje aan Ziggo, want anders hadden we al lang digitaal kunnen zijn. En daarbij gaan we dus flink uitbreiden. De kern blijft natuurlijk Vught en Kromvoort en daarbij komen de dorpen rondom deze plaats heen. Dus ook S, Helvoort, Haren, Simmingesgestel, een klein stukje Den Bosch. Maar de inhoud blijft natuurlijk vooral de regio waar we met z'n allen in wonen en altijd hebben uitgezonden. De groep vrijwilligers uit S die komt daarbij. Gaat u dan kijken als we digitaal zijn? Kijkt S dan volop weer mee? Ja, S kijkt volop altijd naar Loes. Ja, zeker weten. Ja, Loes. Dat is L-O-E-S-C-H, toch? Ja, ja, zo. Ja, lokale omroep S. Ja, zo is het, ja. Maar dat was altijd echt wel veel plezier om te kijken naar alle mensen, ja. Ja, want uw nichtje die presenteert daar, Astrid? Ja, dat is mijn nichtje en mijn petekind. En die presenteert haar. En die was zaterdag was ze bij mij op de koffie. En toen vertelde ze ervan, ja, ze zei, we gaan naar Vught. Is in de Vught? Ja, dan zijn we heel welkom. En in Helvert zijn we niet meer welkom. En we zijn in Vught welkom. En ze waren op gesprekken geweest. En dat was, ja, was echt wel heel goed bevallen, zei ze. Dus ze zegt ze, we gaan er tegenaan. En op Ziggo, zei ze. Maar ze wist nog niet precies hoe en wat. Maar ja, dat konden we allemaal kijken, vertelde ze. Dus ook op de kabel kwam... Ja, in Vught en Kromvoort wel. Alleen we zitten nog niet op de kabel in S. We hopen dat dat er wel bij geplukt kan gaan worden. Ja. Dus daar wachten we af. Ja, dat is een kwestie van nog even geduld. En S kan naar onze programma's gaan kijken. Dus het nieuws uit S, Vught, Kromvoort, Haren, Helvoort, Simmingesgestel, Den Dungen. Ja, dus dat is toch van hele omtrek. Dat is toch weer eens wat anders dan S en Haren. Want dan kennen we allemaal al van buiten, hè? S, Haren en Helvoort. Ja, er gebeurt er veel. Is er veel te doen in S? Nou, veel te doen eigenlijk niet zoveel. Wat is de laatste roddel in S? De laatste roddel is dat we nou een nieuwe eigenaar krijgen in het Pumpke. Het café, ja. Het café. Dat gaat eind februari open, voor de carnaval. Eergisteren bekendgemaakt. Dan heeft hij het goed voor elkaar, net zo voor carnaval. Gaat S daar dan ook allemaal naartoe? Ja, dat is wel de bedoeling, denk ik, dat ze er wel alle clubs daar naartoe gaan. Ja. Ja, sinds het jaar leeg staan en nou een nieuwe eigenaar. Ja, dus hopen dat we weer de jeugd weer een keertje ergens naartoe gaan. Nou, hartstikke fijn. Dank. Laatste nieuws. Dat was... Het is allemaal niks, dus die café zou best wel eens een keer bezocht worden. En zeker met carnaval en met feestjes. En, want je hebt niks, dat is net het bejaardenhuis of het gemeenschaphuis. Maar iedereen wil er niet naartoe. En als ze dan in een café, een leuk cafeetje hebben. En dan... Maar nou, is er in het bejaardenhuis nooit iets te beleven dan? Want in Vught, al die senioren, die staan op de tafel te dansen. Ja, ja, maar bij ons dan niet zoveel hoor. Nee, bij ons niet zoveel. Nee, in Vught ook niet. Nou zit ik me grapje te maken. Groter ook, hè? Want als ze bij ons feestjes gaan, ze heel dikwijls buiten is. Nee, bij ons is niet zo denderend hoor, met de feesten niet. Nou, maak er met z'n allen gezellig wel van, want S is een schoon dorp. S is een mooi dorp en we vinden het hartstikke leuk dat jullie gezellig samen met VTV1 wat iets groter willen gaan worden. Veel plezier en we treffen elkaar vast nog wel een keer. Ja, dat denk ik ook wel. Fijne dag verder. Ja, dankjewel.